Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor vrijdag 10 november. We gaan beginnen met de engelenboodschappen. Heel toepasselijk. Onder op het dek hebben we de kaart Nurture. Koesteren. Zorgen voor. En dit is een boodschap van aartsengel Gabriël. Als jij, net zoals je een kind koestert, is het ook nodig om je eigen innerlijke kind te koesteren. Beide activiteiten zijn op dit moment belangrijk voor je. Dus koester, ja, dat kan letterlijk met de liefde voor kinderen te maken hebben, het koesteren van een kind. Maar ook heel belangrijk, koester je eigen innerlijke kind voor vrijdag. En wat hebben we nog meer? We hebben Divine Order, goddelijke order, goddelijke structuur, aartsengel Raquel. Alles is zoals het op dit moment moet zijn. Kijk voorbij de illusie en zie wat eronder ligt. Alles is zoals het op dit moment moet zijn. Dus probeer de achterliggende betekenis van iets te zien, is de boodschap van aartsengel Raquel. En dan hebben we een carrière transition. Transitie in je carrière, aartsengel Gamaël. Je levensdoel wordt getriggerd door een gezegende carrièreverandering. Dus het kan iets zijn waar je op dit moment mee bezig bent. Sollicitatiegesprekken, opleidingen volgen. Een carrière switch die er plaats gaat vinden. Een carrièreverandering. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? En het kan dus echt een hele grote verandering zijn, omdat het te maken heeft met je levensdoel. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met kinderen. Ik zag ook de kinderen die hooggevoelig zijn, kwam net ook een boodschap uit. Je bent iemand die goed met kinderen kan omgaan, specifiek met kinderen die hooggevoelig, hoogsensitief zijn. Universum, wat is de boodschap voor vrijdag? Ja, en deze kaart kwam ook tevoorschijn tijdens het voorschudden. Prioritize. Prioriteiten stellen. Aartsengel Metatron, focus je op je hoogste prioriteiten. Ik zal je helpen om georganiseerd en gemotiveerd te zijn. Dus focus op je hoogste prioriteiten, datgene wat echt belangrijk is. En dan ga ik de maankaarten voor jullie schudden onder op het dek. Hebben we pak de situatie met liefde aan. Universum, wat mogen wij nog meer ontvangen? Voor vrijdag 10 november 2023. We hebben de energie bereikt haar top. Zie het grote geheel. Nog één kaart alstublieft, universum. Ja. Je hebt je doel bijna bereikt, is de boodschap van het universum. Je hebt je doel bijna bereikt. Pak de situatie met liefde aan. De energie bereikt haar top. En onder op het dek hebben we deze situatie levert niets op. Dus kijk hoe dit kan resoneren met jouw situatie waar je op dit moment in zit. En neem alleen datgene mee wat resoneert. Onder op het dek hebben we de geliefde kaart. Dit kan te maken hebben met keuzes. Een keuze maken uit twee. Dus het kan zijn dat je vrijdag voor een keuze staat. Het kan zijn dat je een keuze gaat maken in je carrière. Welke richting je opgaat. En je kunt meerdere opties hebben. Het kan zijn dat je een keuze gaat maken uit twee banen bijvoorbeeld. Want heel sterk die carrière invloed kwam naar voren. Maar het kan ook met keuzes te maken hebben in je privéleven. Op ander gebied. En onder die keuzekaart, de geliefde kaart, ligt hier de gerechtigheid. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met balans. Een keuze maken die te maken heeft met balans brengen in een situatie of in een relatie. Universum, wat is de boodschap van vrijdag 10 november 2023? Vrijdag 10 november, graag een heldere, duidelijke boodschap. Wauw, en weer die kelke 10. En die kaart, die blijft maar terugkomen. En volgens mij bij 2 of 3 readingen als eerste kaart. En ook nu weer voor vrijdag de kelken 10. Die kaart van het ultieme geluk. Gelukkige relaties. Een gelukkig huwelijk. Happily ever after. Emotionele tevredenheid. En dan een tegengestelde kaart eigenlijk met de zwaarde 7.
een gevoel hebben dat je op de een of andere manier beperkt wordt in je persoonlijke vrijheid. Maar dit is ook een kaart van ja, oneerlijkheid, geheimen, bedrog, stiekeme energie. Iets wat je weggenomen wordt. En het kan zijn, het hoeft niet letterlijk iets te zijn in je fysieke wereld wat wordt weggenomen. Maar het kan ook te maken hebben met ja, het gevoel hebben de controle te verliezen over een situatie. En het is belangrijk om eerlijk te zijn met jezelf. Maar het kan ook staan voor echt een verlies, een materieel verlies. Dus pas ook op met mensen in je omgeving. En het kan ook binnen een familieomgeving zijn met die kelken 10 universum. Omdat we de gerechtigheid net zagen, heb ik het gevoel dat in die situatie waarbij er voor sommigen van jullie sprake is van oneerlijkheid, dat daar wel gerechtigheid in gaat komen. Universum, wat is de boodschap voor vrijdag 10 november? Nog één kaart voor vrijdag 10 november. En dat zijn er twee die er samen uitkomen. Het Rad van Fortuin. Hele mooie kaart. En dit staat voor positieve vooruitgang. Onverwachte veranderingen. En we hebben een Ridder van Staven. Boogschutter energie. Dit is een kaart van passie, gedrevenheid. En je kunt het gevoel hebben dat je in een situatie zit die je niet gelukkig maakt. Die je niet dat happily ever after gevoel gaat brengen. Iets wat je geen emotionele balans geeft. Een situatie waarbij je alles alleen doet wellicht ook. En ja, je wil actie ondernemen. Je staat voor een keuze. Je gaat een keuze maken. En je bent heel gedreven, heel gepassioneerd. Je hebt zelfvertrouwen. Maar je bent misschien ook wat ongeduldig, wat rusteloos. En ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie er onverwachte dingen kunnen gebeuren aankomende vrijdag. Waarbij je onverwachts voor een keuze komt te staan. Maar het is belangrijk om gefocust te blijven en het grote geheel te zien. Kijk, onder op het dek hebben we de zwaarde 2. En deze persoon draagt een blinddoek, dus ziet het niet. Kan geen keuze maken. Dit is iets waar je over aan het nadenken bent. Iets waar je over in je hoofd zit. En er kunnen twee keuzes zijn, of een keuze uit twee, terwijl er misschien een derde mogelijkheid heel dichtbij ligt. Dit kan ook te maken hebben met doen alsof er geen probleem is. En het is nodig om eerlijk te zijn. Volg je hart. En in plaats van anderen gelukkig te maken of iets te doen waarvan je denkt, ja, het is misschien beter om deze keuze te maken, terwijl je hart je eigenlijk iets anders zegt. De boodschap is, doe datgene waar jij ja, die gedrevenheid, die passie voor voelt. Doe datgene wat volgens jou het goede is. Wat je in je hart, waarvan je in je hart het gevoel hebt, dit is iets wat bij me past. Dit is iets wat me blij maakt met de kelken 9 onder op het dek. En de magier, creëren. Je kunt je dromen, die je, ja, datgene waar je op hoopt, waar je op wenst, kun je werkelijkheid maken. Heb daar vertrouwen in. Heb vertrouwen in het universum. Ik zie hier een succesvolle voltooiing met de wereldkaart onder de magier. Dus een cyclus die rond is, lessen die geleerd zijn, een nieuw hoofdstuk wat gaat beginnen. Je hart volgen. Iets wat je, ja, ervoor zorgt dat je je emoties weer onder controle hebt. Waarom ligt hier de zwaarde 2, universum, voor vrijdag? Voor sommigen van jullie ben je gewoon heel hard aan het werk. Heel veel tijd aan het besteden aan het werk. En heb je minder tijd voor je familie, voor je gezin, voor je geliefde. En is dat hetgene waar je verandering in gaat brengen? Kijk, we hebben de zonkaart onder de zwaarde 2. Dus die helderheid wat je misschien nu nog niet hebt, datgene waar je over na denkt, het gaat komen. Met een nieuwe start, optimisme, weer nieuwe vitaliteit, nieuwe ideeën, nieuwe creativiteit. Met de zonkaart en de Ridder van Kelken. Iemand die zichzelf kwetsbaar durft op te stellen. Iemand die zijn emoties uit, zijn gevoelens uit. Iemand die zijn hart volgt. Emoties. En de zonkaart is de mooiste kaart uit het dek. Het kan ook staan voor een spirituele ontwaking, maar is een soort van bevrijding. Dus ik zie dat je helderheid gaat krijgen. En voor sommigen van jullie ook, ja, daar gaat een snelle verandering plaatsvinden met de Ridder van Staven en het Rad van Fortuin. Het kan zijn dat je op een andere locatie zult gaan werken. Waarom ligt hier de kelken 10?
de kelken 10. De gerechtigheid. Weegschaal energie. Kaart van balans, gelijkwaardigheid, keuzes maken. Eerlijk zijn. Beslissingen die genomen worden. Waarom ligt hier de zwaarde 7? De zwaarde 7 heeft, is niet een per se een negatieve kaart. Het wordt wel vaak beschouwd als een negatieve kaart. Maar in principe is dit een gouden kaart in de tarot. En het is een positieve kaart. Het heeft te maken met strategie. Het voor jezelf makkelijker maken. Dus ik heb het gevoel dat je in een situatie zit waarin je het wellicht voor jezelf moeilijk maakt. Door met heel veel dingen tegelijk bezig te zijn. Heel veel verantwoordelijkheden ook dragen. Hard werk. Waardoor je minder tijd hebt voor datgene wat je echt graag doet. Voor je geliefde. Daar gaat een verandering in plaatsvinden. Helderheid. Hoe ga ik dit doen? Een einde aan de situatie waar je op dit moment in zit. En onverwachte vooruitgang. Een hele positieve verandering. En voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met reizen, zoals ik zei. Voor de zwaarde 7 hebben we de staven 4. En de koning van zwaarden. Staven 4, een kaart van geluk, harmonie, succes. Maar dit heeft ook met je basis te maken, je huis, je relaties, het gezin. En dan die koning van zwaarden, iemand die heel feitelijk is, recht door zee, heel serieus, heel wijs. Logische beslissingen maakt. En iemand die heel objectief is. En weer die wereldkaart. Waarom ligt hier die koning van zwaarden? Tweeling weegschaal waterman. De koning van zwaarden. Er kan plotseling nieuws komen. Dan heb ik het gevoel dat er goed nieuws binnenkomt. Wat inderdaad balans brengt. En waar je echt stress over hebt gehad. Waar je op het wachten bent. En waar je nog niet zag. Ja, het kan twee kanten opgaan. Een beslissing die er genomen wordt. Dit kan ook een wettelijke beslissing zijn. Of een instantie die een bepaalde beslissing maakt. Maar met de staven 4. Dit is een reden om iets te vieren. Waarom ligt hier de koning van zwaarden? De koning van zwaarden. Koning van zwaarden kan ook iemand zijn die adviezen geeft. Of iemand die niet emotioneel in je situatie betrokken is. We hebben de staven 7. Iemand die opkomt voor waar hij voor staat. En we hebben een koning van pentakels. Wat alles te maken heeft met stabiliteit. Ergens voor vechten met die zwaarden. En met die staven 7 je grenzen aangeven. Voor jezelf bepalen. De grens is bereikt. En het is tijd om veranderingen aan te brengen. De feiten op een rij te zetten. Eerlijk te zijn naar mezelf. Waarom ligt hier het rad van fortuin? Want deze situatie levert niets op, hebben we hier. De energie bereikt haar top. Ja, en weer de ridder van staven. Ram, leeuw, boogschutter. Sterk boogschutter energie. Iemand die gefocust is. Dus ik heb het gevoel dat je je focus gaat verleggen. Waarom ligt hier het rad van fortuin? Het rad van fortuin universum voor vrijdag. Het rad van fortuin. En als je een keuze gaat maken in je carrière, in carrière richting, of twee banen wellicht, dan is het de vraag, wat is voor jou het allerbelangrijkste in deze baan? Er kan je ook bij één bepaalde baan, tijdens een gesprek wat er plaatsvindt, kan iemand een situatie zich mooier voor laten komen dan dat het is. Vertrouw daarbij op je intuïtie. Waarom ligt hier het rad van fortuin?
Het Rad van Fortuin. Ja, werksituaties met de pentakels 8. Of in ieder geval ergens aan willen werken. Iets wat je voldoening geeft. Iets wat te maken heeft met het verbeteren van je talent misschien ook. Een extra cursus of een opleiding volgen. Dus voor sommigen van jullie ga je morgen een cursus of een opleiding bijwonen. Maar daar ligt hier ook de maan. De dingen zijn niet wat ze lijken. Het kan ook iets zijn wat je dus nog niet ziet met die zwaarde 2 ook die we hier hebben. Maar dit heeft ook te maken met angsten. Diepe emoties met de maankaart, vissenenergie. Het kan te maken hebben met het overkomen van bepaalde angsten. Eindelijk een stap durven zetten. Aangezien de keuze er op dit moment is, de mogelijkheid er op dit moment is. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? De Ridder van Staven. En als je tot op heden nog niet echt hebt geweten en in de afgelopen periode aan nadenken bent van ja, wat is het? Wat heb ik echt nodig om die emotionele balans te vinden? Wat is het wat me echt diep van binnen gelukkig maakt? Wat is het doel waar ik naartoe wil? Dan heb ik het gevoel dat daar op dit moment helderheid in gaat komen. Ridder van Staven. Ridder van Staven. Onverwachte vooruitgang. De zwaarde 4, een kaart van rust nemen, mediteren, innerlijke rust vinden, innerlijke vrede vinden, inzichten verkrijgen door je terug te trekken, door je rust te nemen. En we hebben de sterkaart. Er is weer hoop. En dit is ook een kaart van balans. Je wordt in een juiste richting geduwd als het ware. En voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met je weer lekkerder in je vel voelen. Zelfverzekerder. Weten waar ligt mijn focus. Wat is het wat ik wil. Wat is het wat voor mij belangrijk is. En je kunt meerdere opties hebben. We hebben hier de kelken 4. Maar dit is ook een besef van hoe het op dit moment gaat. Deze situatie waar ik in zit. Het levert niets op. Een kaart van verveling kan dit zijn, apathie. En deze persoon is helemaal gefocust op de 3 kelken. En dit is het dagelijkse leven, de dagelijkse sleur, je dagelijkse verantwoordelijkheden. Niet zien dat er iets heel moois aangeboden wordt met de kelken 4, omdat de focus ergens anders ligt. Dus het heeft heel erg te maken met je focus. En met de sterkaart, er is weer licht aan het einde van de tunnel. Dus er wordt je hoop gegeven op de een of andere manier. Je krijgt weer dat gevoel van gedrevenheid. Ergens aan willen beginnen. Veranderingen aanbrengen. Positieve veranderingen met het Rad van Fortuin. Waarom ligt hier de maan? Onder het Rad van Fortuin. Ja, dat is dat negatief denken. Die hele sterke emoties. Met de zwaarde 8 het gevoel hebben vast te zitten. Onzekerheid, nervositeit in het hoofd zitten, ja. Kijk, de staven 9. Ook vermoeid zijn. En je vermoeidheid kan er ook toe bijdragen dat je niet helder kunt kijken naar een situatie. Het is nu tijd om even pas op de plaats te maken. Om even tijd te nemen om te reflecteren. Tijd te nemen voor je rust. Meer slaap. Zodat je de situatie weer helder ziet. Zodat je het grote geheel ziet. En weet, waar wil ik naartoe? Angsten. Ja, denken vanuit negativiteit. Dus het gaat me niet lukken. Of ik zie geen weg uit deze situatie. A loss of peace of mind or personal freedom. En dat heeft te maken met je persoonlijke vrijheid. Of inderdaad met de tijd die je kan besteden aan datgene wat echt belangrijk is. Maar er komt verandering. Er komt met het Rad van Fortuin echt hele grote verandering.
Heel belangrijk, blijf gefocust. En laat je niet afleiden door allerlei zaken. En voor sommigen van jullie komt er dus een positieve verandering. Er kan een soort van karma komen. Communicatie kan er komen wat gerechtigheid, wat balans brengt. Wat positieve vooruitgang brengt in je situatie. En dit kan te maken hebben met oneerlijkheid of geheimen. Maar ik heb voor het grootste gedeelte van jullie het gevoel dat dit te maken heeft met je eigen strategie. Het voor jezelf makkelijker maken. Het leven aangenamer maken. En je krijgt daar inzicht in, helderheid in. En het kan vanuit jezelf zijn, maar het kan ook door een onafhankelijke persoon, instantie zijn. Ja, dus dit is de boodschap. En ik zie hier weer de pentakel 7. Ook een kaart van reflectie. Wat zijn mijn volgende stappen? Rust nemen. Erop vertrouwen inderdaad dat hetgene, je harde werk, zal worden beloond. En dan hebben we weer het Rad van Fortuin. Geld en een nieuwe start. Met de dwaas. En de dwaas is ook iemand die hele creatieve ideeën heeft. Ervan uitgaat dat het goed zal komen. Optimistisch is. Dus een tegengestelde energie van die zwaarde 8. Ik heb het gevoel dat een bepaalde periode. En het kan een situatie zijn waarin je te maken hebt gehad met grote teleurstellingen. Iets wat heel veel energie van je heeft gekost. En wat er ook voor zorgt dat je in deze energie van overdenken. Negatief denken. Het gevoel hebben vast te zitten. Het niet meer weten. Dit is een situatie waar je uit gaat stappen. Ja, positieve verandering. Motivatie. Helderheid krijgen in datgene wat je wil creëren. En alles is hoe het op dit moment moet zijn. Kijk voorbij de illusie. En zie wat eronder ligt, wat er schuil gaat, is de boodschap. Dus als het resoneert, geef mijn video een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. Persoonlijke readingen kunnen jullie aanvragen via de website. Ik wens jullie nog een hele mooie dag toe en tot morgen weer. Dag!